Voor de voorlaatste manche van het Belcar-seizoen 2018 trok het hele gezelschap richting Ardennen en het befaamde circuit van Francorchamps. 38 wagens werden ingeschreven op de startlijst en daarbij ook enkele nieuwelingen. Zo gooide Craft Racing twee Normas in de strijd en zagen we ook twee Ligiers, een indrukwekkende KTM en een Lamborghini op de startgrid. Tussendoor wordt er ook hard gewerkt door ons en je contacteert wat teams, mensen nemen contact op met ons, hoe en wat. En ja, dit weekend hebben we dus een stuk of 6 nieuwe deelnemers aan de start, die tot nu toe zich al goed geamuseerd hebben, denk ik. En wel mooi met de oog op de toekomst. We zijn vanaf de eerste minuut zijn wij Zolder, de Belcar. In het algemeen zijn we die blijven steunen vanaf de eerste minuut. En het wordt inderdaad voor iedereen aantrekkelijk. Dat zie je ook hoe massaal tot de deelname. Mooie auto's, er zijn proto's bijgekomen, Lamborghini. Ik bedoel, en ik denk naar volgend jaar toe dat er zeker nog meer van die mooie snelle wagens erbij zullen komen. Dus het is zeker het kampioenschap om aan deel te nemen volgend jaar. Nog voor de kwalificaties op zaterdag worden de technische equipes al op vrijdag stevig aan het werk gezet. Zo zag de SRT-Mercedes van Wim Spinois eruit na een flinke crash. Hij zal zaterdag een nieuwe bolide uit de pitbox rijden. Ja, until now, we still don't have the race, but they have to work their ass off. It was really serious and big accident, also the second one. Ook de zusterwagen met nummer 30 valt dus in de brokken op vrijdag. En ook hier is de technische ploeg op de proef gesteld. Dikke pluim voor SRT. Dat bewijst nogmaals dat zij inderdaad bij dat opstaan. Goed bij de les zijn, op alles voorbereid zijn. Dus ja, prima. Gelukkig ook slechts blikschade voor de Deldish Norma, die in de miserige regen ook al op vrijdag achterin op de RBC zeker knalt. Iedereen komt er met de schrik vanaf, maar in de pitboxen zullen ze de komende uren weer weten wat te doen. Geen knalrode Norma bij Russell Racing deze keer, maar een gitzwarte. De rode was na de 24 uur helemaal op, dus werd er bij Craft een andere Norma gehuurd om het seizoen vol mee te maken. We hebben dus een nieuwe wagen tevoorschijn gehaald, ook helemaal een nieuw type, turbotype. Dat is nooit niet goed met in het seizoen als we gaan overspringen, want je zit nog met kinderziektes. Wat inderdaad zo was, we hebben nog thans gaan testen in Frankrijk. Wel wat ziektes tegengekomen, maar ja, niet kunnen oplossen. Dus de training niet gelukt, de chrono's niet gelukt. We hebben dan een auto moeten gaan huren. Ja, dat is jammer, maar zo is het. Maar we moeten alles in de strijd gooien dat we kunnen om toch het kampioenschap naar ons toe te trekken. In de kwalificaties op zaterdag zijn er nog zekerheden. Want voor de vijfde keer op rij in dit kampioenschap pakt het Deltish team de pole position. De wagen is helemaal hersteld en ondervindt schijnbaar weinig hinder van de vrijdagcrash. Het zit wel mee met de pole positions dit jaar. De kwalificaties lopen goed en we hebben daar een goede tactiek voor gevonden. Nu nog in de races, nu het nog afmaken in de races, want dat is dit jaar nog niet kunnen lukken. Maar wat er ook gebeurt in de race, binnen 2 weken in Zolder gaan we in elk geval voor de 6 op 6 qua pole positions zijn. De snelste tijd in klasse 1 is voor de Lamborghini Super Trofeo, die een tiende sneller is dan de derdale Porsche. Ouais, magnifique. Inouï un petit peu pour nous parce qu'on a très peu de roulage avec la voiture. Bon, on a pas mal d'expérience, François et moi, en traction avec les Peugeot, mais en propulsion GT, c'est vraiment une découverte pour nous. Et on a très très peu roulé avec la voiture, mais on a déjà bien ciblé les points importants de la voiture, mais on est avant tout ici pour apprendre et pour progresser. De Porsche van Van Bellingen en Weitzes komt voor de race niet uit de box. Officieel heet het dat plotse medische problemen de reden zijn van het forfait. De complete startgrid in Francorchamps ziet er als volgt uit. 4 Normas bezetten de eerste 2 startrijen met de Deldishes op de pole. De broers Semoulin parkeren hun Lamborghini een tiende van een seconde sneller dan Dillenderdalen op de grid. De Cayman van PG Motorsport pakt de pole in klasse 3 nadat de QSR Mercedes gedisqualificeerd werd omdat hij naar verluid bijna 14 kilogram te licht was. Ik denk dat de weegschaal ondertussen zelf niet meer weet. Dus gisteren werden we te licht bevonden door bij de keuring na de kwalificaties. En vandaag waren jullie en, dus wat? We hebben dus gewicht bijgelegd, logisch natuurlijk. Dus er werd gezegd dat we 13,5 kilo moesten bijleggen of zoiets. Dat hebben ze dan gedaan. Dan zijn we deze morgen terug naar de weegschaal gegaan. En bleken 13,5 kilo te veel gewicht in te zetten. Dus ja, ik begrijp er op het moment helemaal niks meer van.
De M3 van GNR Motorsport is de snelste in klasse 4. En Davy Suffeleers klokt met de AR Performance BMW 200ste van een seconde minder dan zijn zusterwagen in klasse 5. De start dan, en daar zien we een ontketende Dylan der Dalen die er als een speer van doorgaat en de rest van het pak, inclusief de proto's, in zijn achteruitkijkspiegel ziet. Hij zal die koppositie een paar rondjes vasthouden. Daarna zullen de Norma's het commando op kop overnemen. Ook dat is niks nieuws. Ja, volgens mij is er een ADHD vandaag weer aan het werken aan. We hebben gezegd dat we gaan stoppen met bepaalde koersen. En dan is hij weer zo agressief. En dan neemt hij het weer heel serieus. Hè. En dan laat hij weer zien wat hij kan. Hè. Starten kan hij wel. Hè. We stappen even in bij Dylan der Dalen, die het begrip kanonstart op Francorchamps wel erg letterlijk neemt. Geen Anthony Kumpe in de PK Carsport Porsche deze keer. Hij heeft nog last van een blessure opgelopen in een NASCAR crash. Ik zit nog altijd met een beetje last, vooral de duim rechts, waar de ligamenten van gescheurd zijn. En dan een beetje evenwichtstoornissen, dus nog een beetje rust en dan komt het wel goed. Dus zullen Bert Plongin en Tom Boonen de wagen, die in de Belcarmanche hier in juni de snelste was, met z'n tweeën besturen. Dat zal normaal gezien geen handicap zijn. Het geeft iets meer speling bij de strategie. We staan momenteel op tweede Porsche, dus ik denk dat we een mooie uitgangspositie hebben van de start uit. En, we hebben de vorige wedstrijd gewonnen op Spa. We gaan proberen wat te herhalen. De bemanning van de Independent Porsche is opnieuw dezelfde als die van voor de 24 uur. Dus opnieuw Koen en Chris Wouters in de wagen bij Xavier Stevens. We hadden gewoon voor de 24 uur een andere oplossing gekozen. Omdat het initieel niet duidelijk was wat er bij Max ging gebeuren. Wij wouden eigenlijk na het seizoen daarvoor met de gebroeders en vader van Thor samenrijden. Dat was het plan. Maar toen is Rafdin heeft dan een fietsongeluk gehad. En dan moesten de plannen helemaal overhoop gegooid worden. Nou, dus wij rijden gewoon de rest van het seizoen bij Independent Racing. De eerste, zeg maar, grote problemen zien we na zo'n 40 minuten wedstrijd als de AR Performance BMW nummer 69 de pitlane binnenkomt. Problemen met de wiellager rechtsachter, zo blijkt. Tijdens het rijden opeens voelden we de auto raar aan, veel overstuur. En dan hebben we nog even gewacht tot we zeker waren wat het probleem was. En ja, we zijn nu binnengekomen. Ze kunnen na de herstelling weer uitrijden en zullen uiteindelijk als 32e over de finish rijden. De VR Racing Quick Motors BMW was er niet bij in de 24 uur en het team is naar Francorchamps komen afzakken om een andere uithoudingsproef voor te bereiden. We nemen dit eigenlijk als één grote test van naar de 12 uur te gaan binnen 2 weken. En we hebben nieuwe banden rijden op Hankooks. En we hadden nog niks van data, wat ze deden qua slijtage, qua drukken en zo. Dus we wouden niet onvoorbereid naar de 12 uur, dus we pakken dit eigenlijk als test. En voorlopig ziet het er goed uit. De Aqua Protect Normand deed met een derde plaats in de 24 uur van Zolder een goede zaak voor het klassement. De eindwinnaars van Belcar kampioenschap vorig jaar hadden tot dan toe het geluk nog niet echt meegehad, maar de podiumplaats heeft hen vleugels gegeven en ze willen zich tonen in deze voorlaatste manche. We zijn zeer ambitieus, niet tegenstaande het feit dat er een aantal extra concurrenten zijn, maar we vinden het tof en we gaan er uiteraard alles voor doen om die eerste plaats te halen, zij nu of op het einde van het jaar. Gelijkaardig verhaal bij Koen de Wit. Die rijdt een erg regelmatig kampioenschap waarin hij de podiumplaatsen in klasse 3 aan elkaar rijgt. Maar hij zou dolgraag de smaak van de overwinning nog eens proeven. En als dat even kan, hier in Francorchamps. We staan er vrij goed op in het kampioenschap. Het zijn nog 2 wedstrijden, vandaag nog en dan binnen een paar weken in Zolder. Het is vooral hopelijk dat we vandaag eens een keer kunnen winnen. We hebben iedere koers al op het podium gestaan, buiten de 24 uur, de 4e plaats. Maar al bij al hebben we tot nog goede punten gescoord. Dus als we vandaag kunnen winnen, dan pakken we wel, dan kunnen we de laatste wedstrijd. We hebben iets meer marge eigenlijk, maar het is 3 uur, het is lang, dus
hopelijk gaat alles goed. Hè. Na een derde van de race voert Russell Norma het pak aan voor de Deltish, de Aqua Protect en de Craft. Ter Dale leidt in klasse 1, de SRT nummer 30 leidt in klasse 3, de VDW BMW in klasse 4 en de QSR BMW in klasse 5. Bij de Belgium Racing Academy heeft de Wolf dit seizoen veel gehuild. En het team ook, want de wagen heeft meer in de box en op de brug gestaan dan op de baan. Na de 24 uur heeft teambaas Pampel de proto nog maar eens onder handen genomen. En hij zal het deze keer niet begeven. We hebben de oude motor teruggestoken. We weten van dat we hier tekort komen. Voor de race in Frankrijk was dat sowieso. We hebben wel een paar aanpassingen gedaan. We hebben nu al 20 km per uur gewonnen. We kunnen er nog altijd niet aan, maar uiteindelijk is dat niet erg. We staan 13e. Vorige keer stonden we ook 13, op een bepaald moment onder de 4e. Toen hadden we een afgebroken schokdemper. Maar dus, alles is mogelijk in een koers van 3 uur. Hè. In het leven en bij uitbreiding in de autosport moet je soms creatief zijn. Dat zagen we een dikke maand geleden bij het RBC Race Team. Daarom dat we hen hier de meest voor de hand liggende vraag voorschotelen. Hebben jullie eieren bij? Nee, niet meer nodig. We hebben nieuwe radiator gestoken. We melden het al in het begin van deze samenvatting. Aardig wat nieuwe verschijningen in deze manche. De KTM is wat kleur betreft zonder meer de opvallendste. Greencell Motorsport is erbij om te racen, maar ook om te genieten. En dat doen ze met volle teugen. I've done battle car over the past few years in different cars. So I did the Zolder 24 hour in the BMW i8, the Homofa car, and loved it. And I've been working with Gunnar, coaching him and racing with him for quite a few years now. And we've got the beautiful KTM GT4 car. And I said to Gunnar, I said, oh, you got to come and join in battle car. It's lovely, you know, great fun, people, great racing, and you know, who wouldn't want to be here at Spa on a day like today? Het No Speed Limit team van onder meer Fred Bouvy heeft geen topdagje. Als ze weer maar eens binnenkomen, neemt Fred de rol van teammanager voor zich. Maar dat wil niet zeggen dat hij deze keer het stuur niet zal nemen. Non, non, je roule, mais je, là, je les aide un peu à changer les pilotes. Je fais le dernier relais, donc j'ai le temps, il fait froid. Donc, voilà, donc on est parti dernier parce qu'on a cassé la boîte aux essais libres. On n'avait pas de boîte pour changer, donc on a dû la refaire cette nuit. Donc voilà, on remonte, on est 19e. Entre la 8e et la 10e place, donc ça remonte. Halfweg koers en de BMW diesel van de Verdelger moet worden gedepaneerd. En het duurt even voor het oliespoor op de baan kan worden opgekuist. De safety car rukt uit en zal de wedstrijd een kleine 20 minuten neutraliseren. Voor de meeste teams het signaal om de pitlane op te zoeken. Daar is het dus een drukte van belang. En achter de safety car troept alles weer samen. We hebben dus weer voor even een peloton als de bende weer wordt losgelaten voor deel 2 van de race. Op iedere wagen staan de namen van de rijders. Dat oogt niet alleen mooi, maar het heeft ook een reden. Als we getuigen zijn van een wissel bij het team van RNJ Racing, is er wat discussie met de official over wie de chauffeurstoel heeft verlaten, maar vooral ook over wie het stuur heeft genomen. De namen op de wagen komen dan handig van pas. Mensen van de RSB willen weten wie dat er ontrijder is of wie dat er op de voituur zit. Plus dat we binnenin op de schakelaar staan hebben. Van elke piloot heeft zijn nummer. We moeten wat verzetten. Dat is waarschijnlijk de reden waarom dat je zegt van kijk dat de nummer juist staat. Dat durven ze alles vergeten en dan weten ze in een toren natuurlijk niet wie dat er rondrijden is en dat is heel belangrijk. Hè. Het rubber wordt op het circuit van Francorchamps danig op de proef gesteld. Met nog zo'n 3 kwartier te gaan, zien we de PG Motorsport Porsche binnenkomen op hun velg. Van de band schiet niet veel meer over dan wat flarden. En rubber is niet het enige dat hier en daar verloren gaat. Als we de BMW Z3 zien wegrijden, merken we dat er vooraan een stuk ontbreekt. Ik denk dat we onderweg ergens de bumpers zijn kwijtgeraakt. Dus, en van onder lagen er nog stukken. Dus die hebben we nu verwijderd en... Voorlopig zou het druk kunnen verder rijden, dus we hopen dat het zo blijft.
Het slot van de race is een bloedstollende nagelbijter, want in alle klassen wordt de strijd tot de laatste meter geleverd. En voor de podiumplaatsen is het wachten tot de laatste seconde van deze 3-uren race om te weten te komen wie er op welk schavotje op het podium zal staan. Zo strandt Jo Lammers in zijn achtervolging op de Van der Horst BMW in klasse 5 op nauwelijks 30 seconden van de zege. Blijft VDW Motorsport heer en meester in klasse 4? En dicteren Spinwa en Heijer de wet in klasse 3? De secondenstrijd in klasse 1 wordt gewonnen door de Belgium Racing Porsche. En in klasse 2, waar we ook het overal podium van deze manche moeten zoeken, lijkt het tot op 2 ronden van het einde prijs voor Russell Racing. Tot de Deldish een finale stoot geeft en na 4 poles zonder zegen de 5e pole met een overwinning afmaakt. De podium van de dag, met op kop het overal podium dat eveneens dat van klasse 2 is. Dus 1 Deldish, 2 Russell en 3 de Aquaprotect. Eindelijk is het gelukt dat klopt, dankzij fantastisch teamwork. Dus eerst en vooral de mensen van Triple One. Die hebben die auto een aantal accident dat voorgevallen is. De vrijdag hebben die terug opgebouwd, gewoon een perfecte auto afgeleverd. We hebben alle 3 sterk gereden. Dus meer is er niet te zeggen eigenlijk. In klasse 1 eindigt de Belgian Racing voor PK Carsport en Independent Motorsports. Ja, natuurlijk het podium algemeen was super geweest. Hè? Dus ik gokte net de start eens even zot te doen. Dat is goed. Dat had ook slechter kunnen aflopen, maar het resultaat was top. Ik kwam in eerste bocht als tweede uit, eindrecht stuk als eerste. 3-4 rondes op kop kunnen rijden. Waarom weet ik niet. Ofwel geven ze in het begin wat te weinig gas of hebben ze niet genoeg ballen. Maar goed, daarna hebben ze mij kunnen inhalen. En hebben de koers geregeld dat ze moest zijn met de safety car teruggewisseld. Ik heb wel extra lang moeten rijden. Nou, Biefenworsen en Infanta. Dat is me niet goed bevallen, de tweede stint. Dus ik denk 2 uur en 20 minuten in de auto gezeten. Dus het was volle gaas. Ondanks veel weekendellende toch feest in klasse 3 bij SRT. Dat op 1 en 2 eindigt. PG Motorsport is derde. Dit is iets voor van te dromen. Hè. Zeker op Spa-Francorchamps. Begin van de race even terug vertrouwen winnen. Ging beter en beter. En dan ja, safety car een beetje geholpen uiteraard. Hè. Perfecte strategie. En Kenneth was ongelooflijk. Hij rijdt lekker een klok. Elke ronde baf. Het was perfect. Zalig. Weinig problemen voor VDW in klasse 4. Zij finishen voor RNJ Racing en de Verdelger. Het was even spannend. Dus, op het einde gematigd gereden om uit te rijden, de punten te pakken. En, ik denk dat we ondertussen kampioen zijn in de klasse. Dus fantastisch weekend. Team van der Horst tenslotte op 1 in klasse 5 voor de AR Performance 70 en de QSR Racing School. Het was niet gemakkelijk. We wisten op voorhand dat ze naar hier kwamen dat het niet gemakkelijk ging zijn, maar het teamwerk was echt top vandaag. En, we hebben eigenlijk doorheen het seizoen hebben we eigenlijk al veelmaal pech gehad. Maar vandaag is het geluk ook eens aan onze kant en dat mag ook wel eens. We hebben er allemaal hard voor gewerkt en dit is wel een beetje een bekroning. Met nog 1 race te gaan ziet de stand er als volgt uit. In klasse 1 heeft Belgium Racing nu 127 punten, dat zijn er 22,5 meer dan Independent en 47 meer dan PK Carsport. Klasse 2 wordt aangevoerd door Russell Racing met 130,5 punten, dat zijn er 17,5 meer dan de Aquaprotect en 35 dan de Deldish. De stand in klasse 3, de SRT AMG 102 punten, dat zijn er 9,5 meer dan KDW en 12,5 meer dan de zusterwagen. VDW heeft gewonnen spel in klasse 4, want 68 punten voorsprong op GNR. RNJ heeft nog eens 14 punten minder. En in klasse 5 heeft de AR Performance 69, 30 punten voorsprong op de 70. QSR heeft een totaal van 76 punten. Dit was het voor Francorchamps. Afspraak voor de apotheose van dit Belkar kampioenschap op 20 en 21 oktober in Zolder.